Sinds 5 juni mag de oliemeulen in Tilburg weer open. En naast het heugelijkfeit hebben ze nog iets anders te vieren. Ze hebben namelijk een nieuwe bewoner. Dus we gaan even kijken wie en wat het eigenlijk is. Kom je mee? Achter mij zie je hopelijk een ander straks de Galago moholi. Dat is een heel klein primatensoortje. En je ziet ze niet heel vaak. En ze zijn echt mega schattig. Ja, papa en mama zijn uitgebreid met kindje. Het is wel al wel aan de oudere kant. Dus je ziet het misschien niet meer wie de baby is. Maar ze zijn met z'n drieën. Het is denk ik zo rond februari geboren, eind februari. En nu zijn ze met z'n allen voor de schermen te zien. En weten jullie of het een jongetje of een meisje is? We weten het nog niet zeker. We willen ze liever ook niet vangen. Hopelijk laat hij het een keer gewoon even zien wat hij is. Het is gewoon een heel bijzonder diertje. Je ziet ze niet zo vaak. En daar hou ik heel erg van. Maar de ringstaart heeft, ook al zie je hem heel vaak, toch mijn hart veroverd met zijn zulligheid af en toe. Maar deze komt op nummer 2? Absoluut. Hoe gaat het sinds jullie weer open zijn? Nou, heel goed. Je merkt dat mensen ook heel veel geduld hebben. Iedereen is super blij dat ze weer weg mogen. Dus het gaat heel goed. En we hopen een hele mooie zomer tegemoet te gaan. Ja, vooral de ARA's zijn heel blij dat er weer mensen hoi tegen hun zeggen. Heb jij nog iets te zeggen?